Het was spannend tot het laatste moment, maar NEC is er met een 2-1 winst van Cambuur toch ingeslaagd zich te plaatsen voor de bekerfinale. Ja, er werd volop gejuicht in Nijmegen gisteravond. NEC stond in Leeuwarden in de halve finale van de KNVB-beker tegen Cambuur en won uiteindelijk met 2-1. En dat betekent een finale plaats voor de Nijmeegse ploeg. Bij mij in de studio staat Maurice, sportverslaggever van RN7. Maurice, hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Met de zweetplekken onder de oksels en gezellig ergens in Nijmegen in een kroeg. Ja, ook trainer Rogier Meijer was ondanks alles zeer positief over de avond. We kijken even naar zijn reactie. Rogier, het F-woord mag eindelijk uitgesproken worden. Ja, we hebben binnen, dus de finale kun je nu mogen we niet uitspreken. En geweldige prestatie denk ik voor ons als club. Voor de spelers en voor de staf is het een mooie beloning voor hoe we bezig zijn. Ja, het was ook echt een thriller, dus dan is het extra lekker. Nu ben jij iemand die zich meestal redelijk op de vlakte houdt, redelijk rustig houdt. Maar ik zag je toch aardig uit de plaat gaan na het laatste fruitsignaal. Ja, maar ja, dat is ook logisch als je er zo hard voor werkt en in zo'n wedstrijd. Maar eigenlijk wint en in verlenging over de streep trekt. Ja, dan komt er wat los. En je ziet ook de blijdschap bij alle spelers. Dus we wilden het ook heel graag. En ook voor mij is het mooi. Ja, misschien het feit dat het een beetje met hangen en wurgen ging, dat maakt de blijdschap misschien nog wel groter, hè? Ja, je weet dat dit soort avonden anders zijn dan anders. En ik denk dat je best goed begint. Bal op de paal, bal op de lat volgens mij. Kom je 1-0 achter, ja, dan is Cambuur eigenlijk in het spel wat ze willen spelen. En dan zijn we denk ik heel rustig gebleven. De hele fase van de wedstrijd hebben we kansen uitgespeeld. Dan maken we gelukkig 1-1. Ja, en uiteindelijk is de verlenging natuurlijk ook een beetje... wie kan het langst overeind blijven? We hadden goede wissels denk ik en dan kun je winnen. Ja, het ging er dus om wie het langst overeind kon blijven, volgens mij. En daar zat Bram Nuitink in ieder geval niet bij. Hè? Nee. Hij moest het veld al vroegtijdig verlaten. Ja, Bram is al eerder een keer geblesseerd geraakt aan zijn lies, nog niet zo lang geleden. Dus hij was eigenlijk al klaargemaakt voor deze wedstrijd. Ja, dan komt er ook nog eens een keer zo'n verlenging aan. En dat was eigenlijk net te veel voor Bram. Ja, en hij baalde daar zelf heel erg van. Je sprak hem even na de wedstrijd. Ja, uiteindelijk drukten jullie het gaspedaal een beetje in de tweede helft en dat resulteerde ook in de gelijkmaker. Uiteindelijk toch een verlenging nodig. Behaal je er dan toch niet van dat er niet eentje in is gegaan? Nou ja, als ik zo achteraf kijk, dan baal ik er wel van, omdat ik dus in de verlenging schiet het weer in mijn lies. Dus daar baal ik wel van. Maar aan de andere kant, het ging uiteindelijk om dat we die finale zouden halen. En hoe maakt dan eigenlijk niet uit. En wat ik zeg, we hebben het gehaald. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe is het met je lies? Ik denk niet supergoed. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als 2 weken geleden. En toen hebben we alles eraan gedaan om deze wedstrijd te halen. En dan was 100 minuten misschien net iets te veel, denk ik. Want het schoten, daarvoor voelde ik me gewoon echt goed. Alleen het schoten gewoon weer gewoon precies hetzelfde in als 2 weken geleden. Dus ik denk dat het dan misschien net iets te veel was. Na afloop van de wedstrijd verbleven de spelers nog in Leeuwarden. Vandaag kwamen ze terug. Ze werden warm onthaald hier. Ja, nou ja, wat ik begrepen heb, gisteren iets na 12 konden ze pas het stadion verlaten. Want dat duurt natuurlijk eventjes vast. Dus voordat je dan thuis bent, is het 3:30. Dan staan daar supporters om 3:00, 3:30 voordat de spelers pas weg zijn. Dus ze hebben ervoor gekozen om te overnachten bij Cambuur in Leeuwarden. En iets na 12:00 ja, kwam de bus aan in Nijmegen en daar stonden ook wel supporters. Ja, we kijken nog even naar jouw verslag. Bart, hoe was... Dankjewel. Bart, hoe was de avond? Ja, was geweldig, was gezellig. B-
Want hoe laat lag je uit bed? Drie uur. En hoe blij was jij gisteravond? Als een hond met zeven lullen. Ja, geweldig. Geweldig dat wij dat nog mee mogen maken op onze oude dag. Ja, nou goed, het is 24 jaar geleden geloof ik. Dus ik vind het fantastisch dat we dit mee kunnen maken. Ik heb hier een seizoenkaart. En ik hoop dat we met een grote groep die kant op kunnen. Hoe groot was de euforie naar de winst? Groot, grandioos zeg maar. Als het, normaal gaat het dak er niet af, maar alles schoot eruit. Dus ja, we waren super blij natuurlijk. En zijn vervolgens met de auto naar Nijmegen gaan rijden, toeterend over de Graafse weg heen en weer. Dus ja, dat was, het moest gevierd worden uiteraard. Ga je naar de Kuip? Ja, ik dacht het wel, maar ik niet alleen. Volgens mij gingen er nog 18.000 mensen mee. Ik denk dat het dan rustig is die dag in Nijmegen. Straks na het RN7 regionieuws is er natuurlijk weer een NSC-update te zien. Voor nu, dankjewel Maries. Graag gedaan. Woensdagochtend werd bij station Lent het officiële startschot gegeven voor de bouw van de Bongert. Een complex met 67 appartementen, waarvan er 23 bestemd zijn voor cliënten van zorgorganisatie Onder de Bomen. Wethouder Vergunst gaf hiervoor een druk op de knop. 3, 2, 1, yes! We gaan 67 appartementen realiseren hier, waarvan er 23 bestemd worden voor cliënten van Onder de Bomen, zorgpartij waar we mee samenwerken. En nog 7 andere voor andere bijzondere doelgroepen en de overige gaan we in de reguliere verhuur zetten. Ja, het is een doelgroep die eindelijk nog niet zelfstandig kan wonen. Dat wil zeggen dat ze ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden. En het fijne is dat we hier een team laten werken die de mensen 24 uur per dag kunnen benaderen. Dus we zijn voor de mensen die hier komen wonen, zijn we 24 uur per dag bereikbaar. We gaan hier ook een kantoor in het gebouw krijgen. Dus het is een hele mooie kans voor mensen om eindelijk langdurig te blijven wonen ook. Veel mensen hebben wat ondersteuning nodig op verschillende gebieden. En op deze plek is het zo dat het ook zo is dat ze hun hele leven hier kunnen blijven wonen. Dus, en de doelgroep die is heel wisselend. Het kunnen mensen zijn met een lichtverstandelijke beperking, maar het kunnen ook mensen zijn die normaal begaafd zijn. En net in de fase van hun leven zitten waarin ze een aantal vraagstukken hebben die ze niet alleen op kunnen lossen. Of waarbij ze een steuntje in de rug nodig hebben. En daarbij worden ze begeleid. En wij noemen dat gesteund wonen vanuit Onder de Bomen. Lent is een wijk met een gunstig leef- en woonklimaat. De partijen die samenwerken voor dit project zijn daarom ook maar al te blij met deze locatie. Nou, het mooie van deze locatie vlakbij station Lent is dat het en heel goed bereikbaar is. Dus via de trein, via de fiets. Het ligt ook heel dicht bij de historische binnenstad van Nijmegen, op loopafstand zelfs. Je bent zo in de natuur, in het groen, bij het water, bij de Waal. En de voorzieningen zijn heel dichtbij. Dus eigenlijk bijna alle voorzieningen die je nodig hebt zijn hier vlakbij. Sporten, winkelen, horeca. Dus je kunt hier eigenlijk een heel goed leven hebben op een toplocatie. Het is een hele gezonde wijk. En je moet voorkomen dat je niet te veel mensen met ondersteuning bij elkaar op één plek laat wonen. Maar het juist met elkaar laat mixen. Vandaar dat het gemengd wonen op deze plek in Lent heel mooi is. De 67 woningen hier in Lent zullen rond de periode van april 2025 klaar zijn. De vervanging van de Lingebrug bij Zetten nadert zijn eindfase. Woensdagochtend werden de nieuwe brugliggers geleverd en op hun plaats gelegd. De vorige brug was na 90 jaar hoog nodig aan vervanging toe. Sinds afgelopen najaar is de N836 de hoogte van de Linge afgesloten en moet verkeer tussen Randwijk en Zetten omrijden via Heteren of Hemmen. De nieuwe brug wordt 16,5 meter breed en krijgt geïntegreerde fietspaden. Naar verwachting zal het project medio april afgerond zijn. Veel mensen zullen de naam wel kennen, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Het Ronald McDonald Huis. Een belangrijke plek voor ouders van zieke kinderen om in een moeilijke tijd dicht bij elkaar te blijven. Vandaag kon je een kijkje nemen in het Ronald McDonald Huis in Nijmegen tijdens de open dag. Het Ronald McDonald Huis is eigenlijk een thuis ver van huis voor ouders van ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in het Radboud UMC. Je moet je voorstellen dat als je hier bent, is het gewoon kritiek. Hier liggen kinderen niet met een gebroken been of ontstoken amandelen. Dus het is altijd heel erg spannend. Wij zijn ouders geworden van een tweeling, een jongetje en een meisje. Ons
We zijn bij 24 weken geboren. Ons zoontje is nu 38 weken. En onze dochtertje is helaas overleden. Die is 3 weken bij ons geweest. En nu is het vooruitzicht dat we naar een ander regulier ziekenhuis mogen. Ja, ik denk als je iedere dag naar huis moet, dan word je denk ik helemaal gek. Ja, dan heb je het gevoel dat je niet bij je kind kunt zijn eigenlijk. En zo'n huis is daar denk ik een ideale plek voor om heel dicht bij je kinderen te kunnen en mogen zijn. Het Ronald McDonald Huis zorgt er niet alleen voor dat een gezin dicht bij elkaar is. Ook is het een plek die veel steun biedt. Wat ook heel belangrijk is, is dat ze hier met lotgenoten zijn. Hier verblijven 23 gezinnen in dit huis. Het is een druk huis. En al die mensen zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. En er is heel veel begrip voor elkaar. De andere kant is ook dat hier dit hele mooie grote huis gedragen wordt door vrijwilligers. En dat zijn echt gouden hartjes met wapperende handen. En die, wij noemen dat dan altijd de magie van de vrijwilliger. Nou, het huis moet een rustpunt zijn voor de ouders. Een punt waar ze zich op kunnen laden, tot rust kunnen komen. Een soort van thuis creëren naast de hectiek die ze vaak meemaken in het ziekenhuis. Ja, dus hier word je echt ontzorgd. Hier de vrijwilligers en die zorgen echt dat je eigenlijk nergens naar om hoeft te kijken. En dat je zoveel mogelijk bij je kinderen in het ziekenhuis kunt zijn. Ja, ik vind het, je ziet misschien mijn stralende gezicht wel, maar ik vind het heel dankbaar werk. Het is heel erg mooi om een glimlach op het ouders gezicht te kunnen krijgen in deze moeilijke tijd waarin ze vaak zitten. Het is nog een beetje pappen en nat houden, momenteel met het weer. Vandaag was erg wisselvallig, af en toe een glimp van de zon, dan weer een spat regen en tussendoor een hoop bewolking. Morgen komt daar in ieder geval meer duidelijkheid in, maar niet op een positieve manier. Er trekt veel neerslag over het land en het kan de hele dag door blijven regenen. De zon zal in ieder geval niet te zien zijn. Vrijdag daarentegen belooft juist een mooie voorjaarsdag te worden. Het grootste deel van de dag zal droog blijven en er is ook volop ruimte voor de zon. En dat alles bij zo'n 11 graden. Zaterdag vallen er nog enkele buien, maar richting de nieuwe week lijkt het erop dat we alvast een klein voorproefje op de lente gaan krijgen. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 28 februari. Nu op RN7 is Maurice dus weer even terug met een nieuwe NRC-update. Daardoor wordt het programma nu in de bios eenmalig op donderdag uitgezonden. Morgen zijn we weer bij je terug en dan gaan we onder meer op bezoek bij de Oekraïense vluchtelingen die al een geruime tijd op het cruiseschip in Druten worden opgevangen. Graag tot dan!